Als ik zeg de vlierenfluiter, dan zegt hij, oh, die kennen wij. Die kennen wij uit de boeken van de schrijver A.M. de Jong. In de verhalen van Marijntje Gijzen. Ja, de vlierenfluiter die komt daar in die boeken wel voor. Maar er is ook een echte vlierenfluiter geweest. En dat was onder andere in de Heen waar wij vandaag zijn. En ja, die man die kon je overal tegenkomen hoor. In België, West-Brabant en... Dat was een soort van zwiebertje, zeg maar. Als er geld nodig was, dan ging hij even werken. De tuin omspitten of snoeiwerk of wat dan ook. Wat hij bij de boeren links en rechts kon verdienen. Dat pakte hij mee. Maar als hij geen zin had, dan deed hij het gewoon niet. En dat was de vlierenfluiter. En dat was Jan Rijt, heette die in het echte leven. En ons verhaal van vandaag gaat over Jan Rijt. Vlierenfluiter van beroep, zou ik bijna willen zeggen. Jan Rijt, de vlierenfluiter. Ja, markant figuur zei ik al. Hè. Die had een zwart pak aan met allemaal belletjes erop genaaid. En zo ging hij ook langs deuren om hier en daar wat centjes te vragen. Die kreeg hij meestal ook, want het was best een charmante man eigenlijk. Maar vlierenfluiter, wat kun je daar nou van zeggen? Een losbol, ja, werkschuw. Een slampamper. Weet jij er nog benamingen, Kees? Een niksnut. Een niksnut, ja, of een nietsnut, inderdaad. Ja, zo werd dat beschreven. Maar toch was die man wel goed gezien, hoor. Vooral de pastoor mocht hem erg graag. En dan deed hij af en toe tuintjes pitten. We hadden het over losbol, nietsnut, labbekak. Noem ze allemaal maar op. Toen ik dat verhaal onder ogen kreeg, moest ik gelijk denken aan Zwiebertje. Eigenlijk heeft dat ontzettend veel overeenkomsten, het hele verhaal van Zwiebertje. En dan denk ik aan Saartje, Broms nog, ja, Joop Doder van Zwiebertje natuurlijk. En de burgemeester niet te verstaan. Prachtige televisieserie in de jaren 70. Sterk verwant aan het verhaal van vandaag van Jan Rijt alias Vlierenfluiter. Ja, net als in de boeken van A.M. de Jong, dan zie je dus die vriendschap van de pastoor met een landloper. Iets nut, whatever. Ja, die ontstaat. En in die boeken van A.M. de Jong wordt ook geschreven dat de pastoor op een gegeven moment zonder koster komt te zitten. Door omstandigheden. Nou, het was hier ook echt zo in de Heen. De pastoor had geen koster meer. En die had ook geen lijkbezorger meer. En daar was dan onze Jan Rijt als de verlosser. Ja, in het verhaal van vandaag van Jan Rijt komt de Heen natuurlijk prominent naar voren. En met name het kerkje. Hij deed dingen voor de pastoor natuurlijk. Dit kerk hier in de Heen, dat is echt tot stand gekomen dankzij de bewoners van die tijd, of inwoners. Die hebben in 1837 maar liefst 1910 guldens opgehaald om dit kerkje te kunnen bouwen. In hetzelfde jaar stond deze kerk er nog. Dankzij al die trouwe parochianen. En men hoefde niet meer naar Steenbergen te lopen, heen en terug naar de Gemaris, maar men had een eigen kerk. Ja, als je dan zo binnenkomt, heb je misschien ook gedacht van, het ziet er allemaal heel anders uit dan in de katholieke kerk. Nou ja, het overgrote deel is eruit. Ja, het glaslood blijft zitten en het beeld achter mij natuurlijk ook. Maar dat heeft alles te maken met de teruggang van belangstelling in de kerk en geloof in onze tijd. En
deze kerk, Maria ten Hemelopneming, is een van de kerken die gesloten is. En die had, ja, dat had heel slecht af kunnen lopen. Waren het niet dat er een particulier initiatief was om deze kerk te behouden. En dat is eigenlijk goed, zeker voor een gemeenschap als De Heen, om deze ruimte te kunnen gebruiken voor festiviteiten, evenementen of wat dan ook. Ja, zoals gezegd, het pastorke had dus iemand nodig. Niet alleen om die tuin om te spitten deze keer, maar ook om de kerken, alles te doen, de taak van koster, lijkbezorger. Kende jij dat, Jan? Ja, zeker. Ik kan zo het confitio helemaal opraffelen, afraffelen, hoe je het noemt, meneer pastoor. Want dat heb ik allemaal geleerd, dus dat doe ik zo. Ja, hoezo dat geleerd? Ik ben altijd misdaad geweest her en der. Dat kwam natuurlijk hartstikke goed uit. En het confitior, dan zeg ik confitior, wat was dat ook alweer? Dat was een heel lang stuk. En moet maar eens luisteren naar het confitior. We hebben daar nog iets van gevonden. Confitior. In die dagen was er op een gegeven moment het overlijden van een hele rijke boer hier uit de omgeving. En ja, na de mis werd, en de begrafenis natuurlijk, of de ter aarde bestelling, kwam iedereen bij elkaar in het café van Tiest IJzermans voor de koffietafel. Onze Jan die was daar natuurlijk ook, hè, vanuit zijn functie. En die hield wel van een dolletje. Al die mensen zaten daar vol spanning te wachten op wat nou feitelijk de erfenis zou zijn van die rijke boer. Ze waren van heinde naar verre gekomen en ze zouden na alle plechtigheden van de notaris horen hoe het zat. Maar Jan, niet de mals, wat deed die beste man? Die liep door die tafel zo te schuifelen en die zei: hebben jullie het al gehoord? Nee, ik heb het niet gehoord. Ja, de erfenis gaat in zijn geheel naar een verre nicht ergens in Schouwen. Oh, die mensen helemaal ja, paniek, boos, kwaad en nog een borrel, want dat komt toch allemaal niet. Maar ja, uiteindelijk komt het natuurlijk uit dat het maar verzonnen was. En, maar goed, de mensen hier in De Heen hebben er nog vreselijk lang over gelachen. Ja, ik zit in het hooi. Ik denk, ga eens proberen hoe daar slaapt in het hooi. Want Jan Rijt, de vlierenfluiter, die sliep vaak in het hooi. Daar mocht dan van de boer waar hij een klusje deed en dan kreeg hij ook nog een bordje pap. Of wat dan ook. En dan s'avonds, hup, slapen, het hooi in. En dat is dan eigenlijk de laatste anekdote over Jan Rijt. En de boer die last had van obstipatie. En ik kwam dan weer bij zo'n boer en die vrouw, de boerin, die vertelde dat. Van ja, het zijn alleen maar winden die de boer laat, maar echt afgaan, nee, dat kan hij niet. Oh, zei Jan Rijt, daar weet ik raad mee. Ik moet vanmiddag toch naar de stad. Dan ga ik bij Verginneke de apotheker wat laxeermiddelen halen. En dan moet je eens opletten, is hij er zo vanaf. Zo gezegd, zo gedaan. De apotheker zegt: Jan, 1 tablet per dag. Wat doet Jan? Die geeft die boer 10 tabletten. U kunt nagaan hoe dat afliep. En Jan die lag lekker in het hooi. En die keek ze door een kiertje naar buiten naar het erf. En dan ging die boer, die rende maar heen en weer naar het wc, hè, zoals je hier op de foto ziet, hoe er dat vroeger uitzag. Echt een poepdoos. Ja, heel keren in de weer en toen zag hij Jan zitten. Gij, verrekkerling, hagedis, salamander, weet ik wat hij allemaal riep. En Jan had natuurlijk het grootste plezier. Hè. En ik schat in dat Jan 's morgens vroeg heel snel vertrokken was. We komen aan het einde van de verhalen die we vandaag maakten over Jan Rijt. Ook wel de vlierenfluiter genoemd. Een mooi persoon, markant persoon. Ja, vol in het leven zal ik maar zeggen. Sliep in het hooi, werkte daar, werkte hier. Doe maar op wat die beste man allemaal niet deed. Hij heeft nog 1 keer het nieuws gehaald. Want hij is bewoner geworden van het Katrientje in Bergen op Zoom. Destijds, daar is hij ook overleden. En ja, dan denk je, ja, komt hij dan wel binnen, die man, als hij zoveel de spot overal bedreef.
Ik denk van wel, want ik denk dat Pastorke daarboven een goed woordje voor hem doet. Ondanks dat onze Jan de Pastoor altijd de kerstkes pisser noemde. Maar het zijn vergeven. Ik denk dat Jan wel goed terechtgekomen is.